Je bent nooit te oud om te voetballen. Dat werd vrijdagmiddag nog maar eens benadrukt tijdens de tweede Frans Thijssen Trophy in Malden. Een wandelvoetbaltoernooi voor 60 en 70-plussers, vernoemd naar de vermeende beste voetballer uit Malden ooit. Maar liefst 22 teams nemen deel aan het toernooi. 11 uit Nederland en 11 uit Duitsland. Onder de Nederlanders scharen zich onder meer regiogenoten als NEC, SV Orion, VV Ewijk en Juliana 31. Zelfs de bekende geel-zwarte shirts van Borussia Dortmund waren op Sportpark de Broeklanden te bewonderen. Op het spel staat de Frans Thijssen Trophy en het sportiefste team komt in het bezit van de John van Oppenbokaal. Een van de organisatoren vindt het toernooi een bijzonder initiatief. Dat is gewoon geweldig dat er zoveel teams ja gezegd hebben om aan deze dag mee te doen. Ja, dat is gewoon geweldig. Het bijzondere is dat we allemaal hebben natuurlijk een bepaalde leeftijd, hè, boven de 60 of rond de 60, rond de 70, dat we toch kunnen bewegen met elkaar en dat we toch een gezellige voetbalpot er neer kunnen zetten. We denken soms dat we allemaal nog 30 zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dan is het toch leuk dat je met elke leeftijd gewoon gezellig met elkaar sportief voetballen. Veel clubs uit de regio zijn al begonnen aan een team en dus is wandelvoetbal hier in de regio aan een opmars bezig. Dat ziet ook oud-NEC-speler en de persoon naar wie het toernooi is vernoemd, Frans Thijssen. Ja, nee, dat is de laatste jaren wel gegroeid. Hè. Overal de meeste clubs hebben een walking voetbalteam. Bij Juliana ook. Ze gaan naar Engeland toe en ze gaan naar Duitsland toe. Dus ze hebben overal toernooitjes. Ik denk dat het alleen, niet alleen goed is voor de gezondheid, maar ook gezellig. Hè. Je bent veel bij elkaar en zoals vandaag ook. Ondanks de regen zie je toch dat iedereen zich vermaakt. Zelfs de Duitsers die vanmorgen om 11 uur al een biertje met elkaar. Je ziet toch de gezelligheid. Hè. En wie er met de beker vandoor zal gaan? Juliana in ieder geval niet. Ik vind Dortmund wel heel erg sterk. Het zijn denk ik onze Duitse gasten die vandaag met de bekers weggaan. En vind je dat jammer of niet? Nee hoor, vind ik helemaal niet jammer. Verliezen hoort erbij.